Elisabeth Willeboortse brak in 2005 door met winst van een gouden medaille op het Europees kampioenschap in de klasse tot 63 kilogram. Dat kunstje flikte ze vijf jaar later nog een keer. In 2008 pakte Willeboortse haar enige Olympische medaille. In Peking won ze brons. Op 13 april neemt ze afscheid in het Rotterdamse Topsportcentrum.